Nou, dan zijn ze wel klaar om weg te gaan, jongens en meisjes. Dan kunnen we de auto inpakken. Dan halen we even het dak eraf. Doen we de koffers erin. Met de tassen. Kijk, dat past er allemaal makkelijk in. Dag jongens en meisjes. Leuk dat jullie weer kijken. We hebben weer iets gaafs van Playmobil. Ja, en dit keer is het een hele gave sportauto. Een Porsche. Met een trailer waar paarden in kunnen. Zullen we de doos snel openmaken? Kom, laten we snel gaan kijken wat erin zit. Zo, eens even kijken. Dan moeten we dit hieronder openmaken. Deze kant. En dan hier ook. Zo. En dan hier beneden. En er staat wel een schaartje bij, maar je kan het eigenlijk heel makkelijk opentrekken. Kijk eens even. Oh ja. Dat ziet er gaaf uit. En als het goed is, kunnen we er batterijen in doen. En dan doen het licht het ook nog. Nou, laten we snel gaan kijken. Eens even kijken. De auto zien jullie al, maar hij heeft nog geen wielen. Die gaan we er straks samen even op doen. Zet ik even hier neer. Het dak van de trailer. Hier nog wat dingetjes. Kijk. De wieletjes. Hier nog wat wielen. Oké. Zo, dan gaan we als eerste met de auto beginnen. Let op. Moeten we hem even op de kop zetten. En dan hebben we hier een klein kastje. Die schroeven we even open. En dan gaan daar 3 batterijtjes in. Zo. Dan moeten we straks dit knopje indrukken. Zo, en die stoppen we hierin. Dan draaien we hem op slot. Zo. Kijk. Dan drukken we op dit zwarte knopje hieronder en dan gaan als het goed is de lampen aan. Hey, kijk eens. Is dat niet gaaf? Net een echte auto en kijk eens, dit is ook heel tof. Zo, dit had ik nog niet gezien. Kijk, ook de achterlampen gaan aan. Maar wat ook heel cool is, als we er 2 keer op drukken, gaat ook het dashboard daar binnenin branden. We kunnen het deksel afhalen. Kijk eens even. Hey, dat is toch gaaf zeg. Net een echte auto dit. Nou, ik wou dat ik zo'n auto had. Zo. Zo, dan gaan we even nog verder de wielen en dergelijke erop maken. Let op. Zo, dan hebben we deze spullen voor nodig. En nog dit klepje zag ik. Gaan we eens even omdraaien. Kijk eens. Eens even kijken. Dit klepje moet erop. Zo, dat is 1. Eens even kijken. Dan moeten nog de wielen. En dat is 1. Dat is 2. Een 4. Kijk, en die gaan heel makkelijk zo hierin. 1. Kijk. Het draait ook heel mooi. Je kan lekker snel mee rollen als je hiermee speelt. En deze. Kijk even. Wauw. Hey. Even de lampjes aan. Kijk eens wat gaaf. Wow. Heel cool. Kijk, en heb je een soort iPadje. En die kan je zo voor de kinderen op de achterbank zetten. Kijk. En als je dan op de achterbank zit, kijk. Dan kan je zo televisie kijken. Hé, hey, dat is gaaf, hè? En dat is natuurlijk wel fijn als je lang in de auto gaat rijden. Op vakantie of naar opa en oma. Dan kan je zo op de achterbank lekker een beetje iPad kijken. Hé, hey, ziet dat er niet gaaf uit? Dan moet je ook even kijken hoe lekker die rijdt. Hé, hey, gaaf, hè? Gaan we eerst even de wielen
voor de trailer maken. Elkaar zetten. Daar is 1. Zo, dan klikken we deze hierin. Zo, 1. 2. 3. En 4. Kijk. Dan kan die ook lekker rijden en bewegen. Zie je, dat is handig. Oké. Dan kan de deksel erop. Het dak. Kijk, en hier kan je mooi mee openmaken. En dan kunnen zo de paardjes naar binnen lopen. Kijk, en dan kan deze hierachter. Kijk. Hé, dit is cool, hè? Zie je dat? Dat is mooi. Ja, kom maar paardje. Kijk. Nou, dan zijn ze wel klaar om weg te gaan, jongens en meisjes. Dan kunnen we de auto inpakken. Dan halen we even het dak eraf. Doen we de koffers erin. Met de tassen. Kijk, dat past er allemaal makkelijk in. Het kindje gaat achterin. Zo. Mama, die gaat achter het stuur. Zo, kijk, mama zit achter het stuur. Oké. Zo, en het hondje gaat ook lekker achterin. Dan kan het dak erop. Zo. Klik. Die zit. En dan moeten de paardjes nog erin. Zo, kom maar. Goed zo. Dan gaat hij dicht. Klik. Klik. Zo, lampjes aan. En ze zijn klaar om naar de paardrijwedstrijd te gaan. Daar gaan ze. Nou jongens en meisjes, dit was het alweer. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Willen jullie nou een berichtje ontvangen als er weer een nieuwe video is? Abonneer dan op ons kanaal met dat ronde knopje hier beneden. En dan krijgen jullie gratis automatisch een berichtje als er weer een nieuwe video is. Nou, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!